Goed, Kees. Ja. Proficiat met je mooie auto. Even voor de kijkers. Opel. Waarom ligt jouw hart een beetje bij Opel? Mijn hart ligt bij Opel, omdat in eerste plaats Harry van der Ven natuurlijk nauw betrokken is bij de club altijd. En hij heeft net ook een emotioneel verhaal verteld dat hij blij is dat hij weer deel is van de sponsoring van de club. Ja. En we maken op dit moment een nieuwe start door. Er is een nieuwe hoofdsponsor gekomen, SBM Shooters. En daarnaast ook een nieuwe autosponsor zoals je ziet. En hij heeft zijn hartstikke mooie auto's, dus ik ben heel erg blij met deze deal. Nou mooi, want we hebben elkaar net even van tevoren nog even gesproken, maar je had ook al research gedaan naar Opel, hè? Ja, dat klopt. Ik was in de veronderstelling dat ik een eigen auto zou moeten kopen dit jaar, omdat het allemaal wat stroef liep met onderhandelingen. Maar ik ben wezen kijken inderdaad en wat de auto's wezen passen. En Opel was een van de merken die bovenaan mijn lijstje stond. Ja, mooi. Ja. Verwachtingen voor het komend seizoen? Ja, dat is lastig. We hebben twee bekenden terug, Tai en David. Ja. Daardoor voelde de eerste training al meteen vertrouwd. En dat is eigenlijk een voordeel, omdat we dan al vanaf het begin af aan kunnen bouwen aan iets nieuws, terwijl je niet hoeft in te spelen. En die twee nieuwe jongens, dat zijn eigenlijk de enige twee die zich aan hoeven te passen. Ja. En het ziet er tot nu toe goed uit, de energie is goed en het is positief. Dus ik verwacht dat we toch al leuke resultaten kunnen boeken. Nou, ik wens jou heel veel succes daarmee. Hartstikke bedankt. Uiteraard veel succes met de Open Astra. En we zien elkaar nog zeker. Dat is goed. Oké. Tot in de Maasbrug. Zo is het.